Goedendag, welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Marcel Krok, ik ben wetenschapsjournalist en ik schrijf vooral over klimaat en energie. Vandaag is bij mij te gast Theo Wolters. Hij is ingenieur en heeft een ingenieursbureau in Delft. En hij volgt al jaren de debatten over klimaat en energie. Theo, van harte welkom. Jouw ingenieursbureau houdt zich niet echt bezig met klimaat of energie. Misschien kun je heel kort iets vertellen over je bedrijf. En met name ben ik geïnteresseerd uiteraard hoe je in energie- en klimaatdiscussie terecht bent gekomen. Ja, dat kwam eigenlijk zo dat al meteen na mijn studie ben ik lid geworden van O2 Nederland. De Vereniging voor Duurzame Ontwerpers. En toen mijn bedrijf goed begon te draaien en ik dacht van nou, is dit wat ik de rest van mijn leven wil doen? Toen dacht ik nee, ik ga echt iets doen wat voor de maatschappij nog relevanter is. En mede door wat ik bij O2 hoorde over waar behoefte aan was, ben ik toen heb ik min of meer als een soort taak opgevat om echt bij te dragen aan de oplossing van het energieprobleem. En dat was dus O2 en toen ben ik begonnen met brandstofcellen, met biomassavergassing. En toen kwam opeens uit het niets kwam de waterstofeconomie over ons neerdalen. En welke periode was dat? Want zelfs voor mij is dat al een beetje... Ja, 2005, 2006 al zo, die tijd. Mm-hmm. En toen was ik dus al jaren bezig met brandstofcellen. Ik wist best wel veel van waterstof. En ik wist dus dat het allerdomste idee is wat er is, om energie te gaan opslaan in waterstof. Dus toen ben ik met het debat gaan bemoeien, van de O2 naar de H2. En waarom is dat dom? Als je criteria opstelt voor een energiedrager, dan heb je dus een heleboel energiedragers. En dan heb je daar ver onder factor 10 slechter alle eigenschappen van waterstof. Het is gewoon een hele slechte energiedrager. Hmm. Toen was ik dus al in het debat terechtgekomen. Ik gaf daar lezingen over. En toen kreeg ik het verzoek om eens een lezing te geven over mijn duurzame activiteiten. Over de waterstofeconomie, waar ik dus een tegen was. En Kyoto. Nou, dat vond ik heel leuk, want ik was voorstander van Kyoto. Ik was heel boos op Bush dat hij het niet wou ondertekenen. En ik dacht, ik ga de lezing van alle lezingen geven. En na die lezing durft niemand nog een gram CO2 uit te stoten. En toen ben ik dus ook heel diep gaan graven om een perfect bewijs te leveren. En ja, toen... Hoe verder ik groef, ik had een half jaar tijd om voor te bereiden. Een half jaar voor één lezing? Ja, het was ook een lezing van 3,5 uur bij elkaar. Maar wat voor gezelschap was dat? Kivi was dat. Kivi, ja. Oké, de ingenieursvereniging. De ingenieursvereniging, ja. Ik ben echt ingenieur. Wat dat betreft is het heel leuk als je een ingenieur naar klimaatzaken laat kijken, hoor. Maar mocht jij een verhaal houden van 3,5 uur? Nou, dat werd er niet bij gezegd, maar achteraf gezien, toen vonden ze het niet erg dat het zo lang was. Oké. Maar toen, ik moest toen eigenlijk vertellen dat ik ben heel diep gaan graven om al die dingen te bewijzen die ik wilde gaan zeggen over hoe erg CO2 wel niet is. Maar wat ik ook vond, hoe dieper ik groef, hoe wankeler het allemaal werd. En uiteindelijk moest ik toch eigenlijk concluderen, er is wetenschappelijk geen enkel bewijs, zelfs maar een aanwijzing, dat CO2 schadelijk is voor het klimaat. Dat het echt een gevaarlijke opwarming zou veroorzaken. En dat alle... argumenten afkomstig zijn van klimaatmodellen. En als je dan een ingenieur een klimaatmodel laat zien wat niet eens te tunen is, zodat hij het verleden goed weer heeft, daar weet jij alles van. En qua toekomst loopt hij binnen 30 jaar al uit de foutmarge. Ja, dan is ook duidelijk dat die klimaatmodellen geen voorspellende waarde hebben. Wat de makers ervan ook helemaal niet beweren, maar wat door iedereen wel zo uitgelegd wordt. Het zijn dus leermiddelen, je leert ervan over het klimaat. Je kunt, als je er iets in stopt, kijken wat eruit komt. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je daar iets mee kunt. Dus mijn eindconclusie die is ook later zo naar voren gebracht door Stephen Koenen, de adviseur van Obama, de eerste 4 jaar van zijn klimaatbeleid. Die zei ook van ja, ik ben dus heel diep in die wetenschap gedoken, maar we hebben nog zo weinig kennis dat je er helemaal geen beleid op kunt baseren. Voor mij was dat dus min of meer de aanleiding om te zeggen, play safe en ga voor adaptatie in plaats van mitigatie. Maar dat betekent ook dat jij op dit moment geen enkele zorgen maakt over de uitstoot van CO2? Nee, geen enkele zorgen. Kijk, als het,
als het een beetje realiseerbaar was, dan zou ik het denk ik vinden dat het nou wel genoeg is. Kijk, wat het belangrijkste, toen ik dus die lezing hield, had ik alles zelf op internet opgezocht. Nou, dat is al heel onbetrouwbaar. Toen heb ik 2 studenten aangenomen, geologiestudenten, om alles wat ik op het internet gevonden had te checken in de wetenschappelijke literatuur. En die kwamen dus met nog veel meer informatie die het nog veel verder ondergroef. En het allerbelangrijkste wat ik daaruit kwam, wat mij wel heel veel indruk maakte, is dat in de afgelopen ijstijden de CO2-niveau op de aarde het allerlaagste is wat die ooit geweest is. Iedereen denkt dat we nu op een soort hoogtepunt zitten. Mm-hmm. We zitten net iets boven het allerlaagste dieptepunt. Dat was 180 parts per miljoen. Mm. Bij 150 parts per miljoen gaan alle planten dood. Dus we komen van 1% af en we zijn enorm teruggegaan naar een paar deeltjes per miljoen. En de planten gingen bijna allemaal dood. Dat was de laatste ijstijd. Dat hebben we nu verdubbeld. Dus we zitten nu in de planten die ademen echt. Die zuigen zich weer vol CO2. Alle planten hadden 15 jaar geleden nog last van zuurstofvergiftiging. Er was een te groot verschil tussen de concentratie van zuurstof en CO2. Door de verdubbeling daarvan ademen de planten weer. Ook in Nederland is de biomassa per vierkante kilometer van tientallen procenten toegenomen, puur omdat de planten beter functioneren. Voedselproductie, Sahel vergroend. Dus in feite is wat we gedaan hebben is fantastisch. We hebben de planten gered en de voedselproductie is beter. Ja. Maar wat mij betreft zouden we nu mogen stoppen met uitstoten. Alleen om daar nou triljarden kostend beleid voor te ontwikkelen, daar zie ik geen reden voor. Het zou van mij mogen verminderen. Nee, dus je bent niet a priori tegen mitigatie, zoals het heet. Het reduceren van CO2-uitstoot. Maar je laat het dan heel erg afhangen van of de mogelijkheden er zijn, of het betaalbaar is en of het haalbaar is. En dan is zo'n standpunt eigenlijk niet meer interessant in de discussie. Ik vind wel dat we, dat is mijn hoofdstandpunt en dat is ook mijn streven, daar stop ik heel veel energie in, dat we moeten proberen om fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uit te faseren en te vervangen door iets beters. Ja. Ik vind dat zijn we ook de ontwikkelingslanden verplicht. Hè. Wij hebben gratis, zo goed als gratis, fossiele energie gehad. En daarmee zijn we 2 keer zo oud, veel gezonder, gelukkiger. Ons hele bestaan is eigenlijk gebouwd op de goedkope fossiele brandstoffen. En op het ogenblik zijn we bezig om energie zo duur te maken dat de ontwikkelingslanden die toch niet mogen maken. Als je als Afrikaans land op dit moment een mooie schone gascentrale wil neerzetten, krijg je daar geen financiering van de internationale organen, want dat is fossiel. Dus wij zitten die mensen dus echt tegen te houden in hun ontwikkeling. En dat vind ik, we moeten dus alles op alles zetten om zo snel mogelijk. Nu moeten ze schoon fossiel krijgen, vooral gas. En zo snel mogelijk moet iets beters verzinnen. Dat is wel mijn standpunt. Ja, daar komen we misschien op het einde nog op terug. Want je houdt je druk bezig met de thorium. Het woord is gevallen. Ja. Maar dat bewaren we voor het eind. Ja. In die hele energie- en klimaatdiscussie zijn er eigenlijk 3 argumenten die steeds terugkomen. Hè. De eerste is, we moeten weg van fossiel vanwege klimaat, hè, CO2-uitstoot. De tweede is, fossiele brandstoffen raken op. En het derde is, we moeten niet afhankelijk zijn van instabiele regimes. Denk aan Poetin of Midden-Oosten. En ik weet dat jij op alle drie die onderwerpen heb jij uitputtend verdiept. Dus ik zou ze ook één voor één willen langslopen. Nou, laten we zeggen dat we CO2 al even gehad hebben. Laten we gaan naar die tweede, want die is erg interessant. Heel veel mensen zijn er nog steeds van overtuigd dat fossiele brandstoffen opraken op dit moment. Hè. We hebben peak oil beweging gehad. En hoe staat het ervoor? Laten we steenkool, aardolie en aardgas 1 voor 1 langslopen. Hoeveel hebben we daarvan? De 2 argumenten, 2 en 3 die je noemt, die worden nog steeds veel gebruikt, maar eigenlijk alleen door politici en actievoerders. Je hoort ze niet meer van energie-experts, al jaren niet meer. Tenminste, ik heb ze niet meer gehoord. En ik heb wel een aantal mensen die geloven in de invloed van CO2, die dus sterk voor klimaatbeleid zijn, maar die dus wel deskundig zijn op energiegebied, die heb ik al horen zeggen dat die 2 argumenten inderdaad niet meer spelen. Dus dit is geen rogue standpunt wat ik hier inneem. Dit is toch wel, voor zover ik weet, wordt het in de energiedeskundige wereld wel onderschreven. Nou, steenkool, daar is nooit twijfel over geweest. Er is altijd gezegd, het is er voor honderden jaren huidig gebruik. Maar dan praat je over de winbare voorraden. En een steenkolenmijn is of je graaft heel veel zand af en dan kom je bij de steenkool. Maar heel vaak moet je de grond in en moet je met
machines of met pikhouwelen moet je de steenkool uit de grond hakken. Die voorraden waren er al voor honderden jaren. Maar dus, sinds een aantal jaren is er ook een technologie bekend waarbij je de steenkool ondergrond vergast tot syngas. En van syngas kun je alles maken. Diesel, maar ook kunststoffen. Wat is syngas? Even voor de kijkers die dat niet weten. Een samenstelling van een aantal stoffen, met name CO, en dus koolmonoxide en waterstof. En dat is een soort basic grondstof voor alle brandstof en voor alle kunststoffen. En daar maakt Shell bijvoorbeeld maakt van aardgas via syngas hele schone diesel in Qatar in het Pearl-project. Okay. En die is zo schoon dat de motoren minder geluid maken. En dat je in Japan gebruiken ze dat spul gewoon om in de kamer te verbranden, om huizen te verwarmen en om te koken. Omdat er helemaal geen afvalgas van komt. Maar goed, die ondergrondse kolenvergassing, vindt dat al plaats of is dat nu experimenteel? Nee, er zijn er een paar, maar de mensen die de technologie ontwikkeld hebben zijn Engelsen. En Shell is ook een heel stuk in de verwerking van steenkool, van coal to gas als het ware. Maar omdat iedereen in Europa heel erg bang is van CO2 en die procedure gaat dus op steenkool, die heeft dan een vrij hoge CO2-productie. Het proces vraagt nogal wat energie, dus je hebt 40% energieverlies. Dus je krijgt dus aanmerkelijk meer CO2 per eenheid energie dan van steenkool. Pure steenkool. Dus vandaar dat men die route is voor ons niet interessant. Maar als je dus puur kijkt naar hoeveel energie zit er in de grond, als je deze voorraden er nog bij neemt, die je op deze manier kunt winnen, dan praat je over duizenden jaren steenkool. Dus dat... daar is geen enkel probleem mee. Dat is ook nooit beweerd. Dat is in de tijd dat dit argument nog heel belangrijk was, werd ook niet steenkool genoemd, maar vooral olie. Ja. En in tweede instantie ook aardgas. Ja, dus we hebben peak oil gehad. Het idee dat we al op de piek zaten en dat we vanaf nu naar beneden zouden gaan. Ja, dat is altijd voorspellend geweest. En jij hebt veel discussies gehad met de peak oil beweging. Nou, ik ben goede vrienden geworden met de oprichter van de Nederlandse peak oil, Rembrandt Koppelaar. En die was daar ook heel duidelijk in. Van nou, we verwachten een plafond, maar niet eens een piek. En dat gaat nog lang duren, maar die verwachten ook tot het einde van de eeuw geen tekort aan olie of zo. Maar zelfs dat moet je nou weer bij gaan stellen. En je moet eigenlijk vast... Tot het eind van deze eeuw, tot 2100. De laatste lezing die ik van hem gezien heb, was alweer een jaar of 4, 5 geleden. En toen gaf hij nog een plafond van de komende 50 jaar zullen we een beetje op een plafond komen. Maar inmiddels is dat ook alweer achterhaald. Ja, want we hebben een spectaculaire daling van de olieprijs gehad in de afgelopen jaren. Ja, dat heeft wat... Doordat er meer olie gevonden is? Of? Nee. De olieprijs wordt bepaald door het evenwicht tussen productie en afname. En die zijn allebei niet zo flexibel. Tenminste, de productie is niet flexibel en de afname kan nogal snel veranderen. Ja. Dus op het moment dat er meer productiecapaciteit is dan dat er afgenomen wordt, dan keldert de prijs. Maar dat heeft niet direct te maken met de hoeveelheid beschikbare voorraden. Wat je ziet is dat sinds we olie gebruiken in de economie, is elk jaar de hoeveelheid olie die commercieel winbaar is, die dus betaalbaar te winnen is, is meer toegenomen dan wat we uit de grond haalden. Dus we hebben elk jaar grotere voorraden dan het jaar daarvoor die we kunnen gaan winnen. Tot de dag van vandaag, in de laatste 10 jaar, is dat zelfs flink sneller gegaan, doordat we opeens enorm veel schalieolie hebben. En ook een heleboel olie gevonden is bij Brazilië en oosten en westen van Afrika. Klinkt als een soort olievariant van de wet van Moore, maar... Nou, nee, dat... De wet van Moore is natuurlijk heel iets anders met de verdubbeling van de rekencapaciteit op een chip, maar... Er is wel een wetmatigheid dat de aarde zit zo vol met fossiel, dat het een kwestie is van hoeveel moeite we doen om het te vinden en om het te winnen. Mm. Nou is er niet zo heel erg veel meer bij gevonden. We wisten allemaal al wel dat het er zat. Maar er is heel veel technologie ontwikkeld om het uit de grond te kunnen halen. Bijvoorbeeld Schonebeek. Dat hebben we een hele tijd olie uit de grond gehaald. Op een gegeven moment was het veld leeg. Zijn we ermee gestopt. Nu gaan we het opnieuw openen. En dan gaan we er een beetje druk op zetten met hele simpele middelen. En nu gaan we er nog eens een keer meer olie uithalen dan we er al uitgehaald hadden. Wow. Maar daarna is het nog lang niet op. Alleen met de huidige techniek is het er dan niet meer commercieel uit te halen. Mm. En zo gaat dat overal. Dus, en met fracken, we kunnen al 100 jaar fracken, bij wijze van spreken. Nou, ik weet niet of het 100 jaar, maar zeker 50 jaar. Gebeurt ook al. Ja. Alleen we wisten niet goed om de goede plekjes te vinden. En we moesten met één put verticaal. En nu hebben we één punt en dan gaan we met 20 horizontale pijpen gaan we overal frekken. En dan,
Ja, dus die techniek is zoveel beter geworden dat, dat opeens heel veel schaliegas en schalieolie met fracking te halen is. En dat zijn gigantische voorraden, waardoor die, ja, onze consumptie die stijgt een klein beetje. En opeens heb je zo'n hap aan voorraden bij. Dus dat, ja, er is, qua olie is het nog niet in zicht dat we gaan interen op onze voorraden. Dat gaat op een gegeven moment waarschijnlijk wel gebeuren, maar dat is meer een kwestie van prijs. Ja, als de olieprijs laag blijft, dan wordt er niet geïnvesteerd in de wat duurdere manieren om het te vinden. Ja, en dan is het niet commercieel om die uit de grond te halen. En dan neemt dus je commercieel winbare voorraad neemt af. En als de olieprijs omhoog gaat, dan neemt de commerciële winbare voorraad weer enorm toe. Dus nou, daar is geen directe zorg over bij mij, laat ik het zo zeggen. En de meeste mensen die wat op de hoogte zijn, die kennen dit verhaal ook wel. Ja. En aardgas tenslotte, want dat is tenminste vanuit CO2-perspectief de schoonste van de brandstoffen. Minste CO2 komt vrij. Dat is altijd ingeschat als iets meer dan olie. Dus wat langere termijn. Dus de pessimisten dachten dat we nog voor 30, 40 jaar olie hadden en dan voor 100, 150 jaar aardgas. Door het schaliegas is ook die voorraad enorm toegenomen natuurlijk. Mm-hmm. Er zijn nog een heleboel natuurlijke, gewoon normaal gasbronnen die gevonden zijn. Er is nu een heleboel diepzeegas offshore gas wat ontwikkeld gaat worden ten noorden van Australië. Ook bij Afrika zijn aan twee kanten gas gevonden. Bij Rusland, Sakhalin, enorme hoeveelheden. Dus de hoeveelheden gas die gewonnen kunnen worden dankzij nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld Shell heeft een gigantisch schip ontwikkeld wat eigenlijk een aardgasfabriek is op zee. Waardoor je daar uit de grond het aardgas kunt halen en kunt klaarmaken voor transport en met tankers afgevoerd kan worden. Via LNG. LNG, ja. Dus die hele LNG-markt die ontwikkelt zich razendsnel. En die gaat dus, de LNG-prijs is nu ongeveer de prijs van Russisch gas. En LNG is veel duurder om te maken. Dus het is duidelijk dat als LNG lager wordt, dat die prijs van het pijplijngas als het ware, dat dan ook omlaag moet. Dus de gasprijs die is al aan het dalen. En dat zal stiekem rustig doorzetten. En dat maakt op een gegeven moment wordt die winning weer te duur. Dus dat moet voor het evenwicht zoeken. Maar dus ook daar zal de gaswinning nog heel lang door kunnen gaan. Afhankelijk van hoe hoog de vraag is. Hmm. Mocht dat allemaal op zijn, en dan praten we dus naar huidige verwachting over een paar honderd jaar, dan hebben we nog gigantische hoeveelheden gashydraten. Dat is meer dan alle andere fossiele brandstoffen samen, inclusief steenkool. En die zitten overal onder. Die liggen heel diep op de oceaanbodem. Gas borrelt overal, komt de gas uit de aarde omhoog. En als dat bij een bepaalde temperatuur en druk in de omgeving van water zit, dan vormt zich een kristal waar dat gas in opgesloten is. Een soort ijs is dat. Ja. Als je naar boven haalt, dan smelt het en kun je het aansteken. Dus brandend ijs. Dat is altijd precies op een bepaald punt temperatuur, druk en aanwezigheid van water. Dus afhankelijk van hoe hoog de druk en de temperatuur is, vormt zich dat ergens in de oceaanbodem. Ja. En aan de rand van de continenten is er bijna altijd wel, zijn er hele grote plakaten die je zou kunnen winnen. Maar ook onder Alaska zitten er enorme velden. En dan hoef je dus alleen maar een gat in te prikken en de druk te verlagen en het gas komt eruit. Dus dat is. Als je echt dat spul in de natuur gaat winnen, is de kans op methaan ontsnappen vrij groot. En methaan is een steekbroeikasgas, dat willen we al niet zo graag. En je richt nogal wat schade aan als je het in zee gaat doen op de zeebodem. Dus ik hoop dat we er nooit aan toekomen. Ook daar is dus wat beschikbare hoeveelheid. We praten eigenlijk al veel te lang. We praten over honderden jaren voorraad van alle drie de soorten. Terwijl we het over eens zijn dat fossiel dat gaat teruglopen ooit. Ik denk dat we over 100 jaar echt niet meer 50% uit fossiel halen. Omdat er gewoon een betere alternatief is. En nu zijn. Is het nog 90%, hè, geloof ik, of 95% zelfs. Ja, 86% geloof ik wereldwijd. In die hoek. Ja. Dan hebben we nog het derde argument. Hè? Dus daar kunnen we wel denk ik redelijk kort over zijn. En dat is het idee dat we niet afhankelijk moeten zijn van schurkenstaten. Schurkenstaten. Dat woord zocht ik, ja. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, punt 1 heb ik een directeur van een oliemaatschappij wel eens horen fluisteren naar zijn buurman toen dat argument gebeurd werd. Met schurkenstaat is anders prima zaken te doen.
vond ik wel een hele leuke. Poetin is, Rusland bijvoorbeeld, is al tijdens de Koude Oorlog waren ze een uitermate betrouwbare gasleverancier. En tot de dag van vandaag hebben ze elke verplichting altijd nagekomen. Daar hebben ze zwaar voor moeten bloeden vaak. Bijvoorbeeld, ze moeten Oekraïne gigantische bedragen betalen om een beetje gas naar ons door te laten. En dat doen ze braaf, terwijl ze natuurlijk niet echt de beste vrienden met Oekraïne zijn. Maar ze willen echt al hun verplichtingen in het Westen altijd nakomen. Okay. En wat dat betreft is Poetin geen uitzondering. Ze zijn uitermate betrouwbaar in het nakomen van hun afspraken. Hmm. En dat doen ze uit eigen belang? Ja, hun hele economie hangt aan de export van olie en gas. En daar kunnen ze ook wel aan China verkopen, maar niet voor een fractie van de prijs die ze er in West-Europa voor krijgen. Hmm. Het is niet zo dat wij afhankelijk zijn van de schurkenstaten. Die schurkenstaten zijn totaal afhankelijk van ons. Dat zie je nu aan Rusland en Saoedi-Arabië. Die hebben zo'n groot deel van hun landbegroting gebaseerd op de olieinkomsten. Dat nu die olieprijs laag is, gaan ze gewoon failliet. Als de olieprijs nog een 2-3 jaar zo doorgaat, dan is Poetin finito. Want dan is Rusland failliet. En ja, Rusland blijft kalm zolang je ze enige welvaart geeft. Maar als ze honger lijden, dan ben je waarschijnlijk wel afgeschreven als president. Dus maar dat kan een strategie worden voor Amerika om zelf... Het zit er zeker een beetje achter. Ze zijn nu geloof ik de grootste producent van olie Amerika op dit moment. En dat zal mede de prijs op de wereldmarkt drukken? Nou, die olieprijs die is laag om een aantal redenen. Ik heb het trouwens voorspeld in 2011, daar ben ik heel trots op. Toen heb ik na een piekolie-congres overigens, waar ik met allemaal deskundigen gesproken had in Brussel, een fantastisch congres, heb ik geschreven dat de olieprijs zou gaan stijgen. Dat was 2011. Dat die misschien wel boven de $100 per watt zou komen. Dat die daarna zou dalen. En dat dat voor 2015 zou gebeuren. En dat die zou dalen tot waarschijnlijk wel $40 per watt. En dat het daarna best wel een jaar of 10 laag zou kunnen blijven. Okay. En dat was in de tijd dat Goldman Sachs zei dat in 2015 de olieprijs $250 per vat zou zijn. Ja, ja, ja. Dus ik ben een betere voorspeller dan Goldman Sachs. Dat artikeltje moet je misschien, staat dat wel online? Ja, staat online. Dan kunnen we misschien onder deze Café Weltschmerz kunnen we dat even plaatsen. Ja, omdat het niet alleen maar, dat we het even kunnen controleren. Ja, nee, dat kan. Ja. Maar dus die olieprijs is laag, dat kon ik voorspellen omdat je kon zien dat de consumptie in China op een gegeven moment zou gaan afnemen. Die economie die kon niet zo lang door blijven gaan. En op dat moment was door de BP-toestand was de Golf van Mexico was zowat uitgeschakeld. Irak, daar kwam niks meer vandaan. Iran mocht niks vandaan komen. Venezuela had grote problemen. Ja, ja, ja. En die laatste drie, dat is cheap oil. Dat komt voor $5 per vat uit de grond. Ja. Dus zo gauw die kunnen produceren. En ze hebben daar voorraden die kunnen echt 100 jaar lang hun productie van voor de oorlog kunnen ze voortzetten. Want Iran is nu ook alweer in no time, zag ik, op het niveau van voor de boycott. Hè? Ja, en dat kunnen ze 100 jaar volhouden. Wow. En Irak ook. En dat is allemaal cheap oil van $5 per vat. Dus je wist dat dat op de markt zou gekomen. Dus het was makkelijk om te voorspellen dat die olieprijs in elkaar zou zakken. Ja. Als je weet dat de vraag niet hard gaat stijgen, maar zelfs iets af gaat nemen. En er komt veel op de markt. Dus het was voor mij heel makkelijk om dat toen te zeggen. Ja. Ik denk dat Goldman Sachs dat wist, maar dat ze lekker hebben gespeculeerd op hun eigen advies. Ja. Dat weten we uit de Londense City, dat soort dingen inderdaad gebeuren. Maar, we hebben dus nu... Wacht, ik heb de vraag niet beantwoord. Dus alle nieuwe olie die onlangs gevonden is, dat is buiten die schurkenstaten. Dus ze zijn al best betrouwbaar, maar Saudi-Arabië heeft dus niets meer in te brengen. Anders zouden ze met de OPEC, met wat productiebeperking, de olieprijs al lang weer op $70 hebben. Want dat hebben ze nodig voor hun staatsbegroting. Maar dat lukt ze dus niet, omdat er zoveel andere landen zijn dan die schurkenstaten die nu olie produceren. Brazilië met enorme voorraden, de schalieolie in Amerika is natuurlijk een enorme beïnvloeder. Ja. Maar ik zeg al, ik noemde net al die andere landen, overal in de wereld. En Afrika, die heeft dus nu ook olie. Die heeft dus helemaal geen zin meer in de klimaatplannen, want die kunnen nu ook geld verdienen aan fossiel. Dus dat speelt ook mee door Parijs een beetje. Okay. Maar dus er is, de beschikbaarheid is ook gewoon bij een heleboel... Ik ben niet zo bang van die schurkenstaten. Nee. Die zijn afhankelijk van ons, wij niet van hen. Maar er is ook zoveel buiten die staten dat... Dat argument hoor je niet meer van deskundigen. Dus we hebben het enige argument voor klimaatbeleid is klimaat op het ogenblik. Ja, oké. En dat betekent dus dat, laten we dus nu de stap maken naar het Europese, met name het Europese klimaatbeleid, denk ik. Ja, we kunnen het ook over het wereldwijde klimaatbeleid hebben hoor. Maar wat toch even het linkje naar Parijs maken. Als je kijkt nu in het politieke speelveld hoe Parijs zeg maar nu geframed wordt aan de hand van IPCC-rapporten. En dan beginnen ze te praten over, op basis van klimaatmodellen is er een carbon budget. Mm-hmm. En er mag eigenlijk nog maar zoveel olie en gas en steenkool uit de grond gehaald worden. 500 gigaton, geloof ik, is er nog over van het carbon budget. Mm-hmm. En dan daarna gaan we al over de 2-graden-doelstelling heen.
En daarmee wordt nu ook druk uitgeoefend. Er wordt gesproken van stranded assets en een carbon bubble en allemaal dat soort dingen. En er wordt druk uitgeoefend op onze pensioenfondsen om uit de olie te gaan. Nou, gisteren was de jaarvergadering van Shell. En daar was ook Follow This, die dus pleitte voor meer duurzame investeringen bij Shell. Die mochten daar een vraag stellen. Mm-hmm. Dus er is nu enorme druk. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, in de eerste plaats, de oliemaatschappijen produceren geen druppel olie waar de aarde niet om schreeuwt. Het wordt allemaal uit hun handen getrokken, dus je kunt hen niks verwijten. Wij hebben die olie nodig, we zijn fossiel verslaafd, dat is absoluut waar. En het houdt dus ook in dat het afbouwen van fossiel dat lang gaat duren. Als we een betere iets hebben wat goedkoper is en prettiger, dan nog duurt het 50 jaar eer je fossiel gehalveerd hebt. Hè. De hele infrastructuur is niet zomaar even van de een op de andere dag te vervangen. Ja. Dus die ideeën dat je binnen 30 jaar van fossiel af kunt zijn, dat zijn echt illusies. Ja. Dat is geen enkele. Marjan Minnesma spreekt zelfs over 2030. Ja. Hè? Volledig klimaatneutraal, energie-neutraal. Dat zijn sprookjes. Ja, ja. Als je kijkt dat we in 30 jaar aan duurzaam wind en zon gepresteerd hebben. Ja. Dan, hoeveel is dat? Nou, de cijfers van nu zijn heel moeilijk te vinden. Ik heb van 2013 de cijfers nog teruggevonden. En dan praat je over 0,077% zon, PV. Dat is wereldwijd? Wereldwijd, dat is minder dan een tiende procent. Als percentage van je totale energie? Ja. En 0,... Dus minder dan een tiende procent, van het wereldwijde energieverbruik. En 0,44% was wind. Oké, okay, dus samen is het 0,5%. Samen was het 0,5%. En dat groeit explosief de komende 25 jaar tot 5%. Dus dat is vertienvoudigd. Mm. 5% op de wereldenergievoorziening. Terwijl het wereldenergiegebruik, dat gaat in diezelfde periode met 20, 30, 40% omhoog. Mm. Zeker 30%. Dus dan heb je 5% meer zon en wind. Maar je hebt 30% meer energie. Dus dan is het aandeel fossiel is 5 keer zo hard gestegen als het aandeel zon. Ja. In absolute hoeveelheid. Ja. Dus het idee dat je daarmee fossiel verdrinkt is volkomen ridicul. Mm-hmm. Het zijn echt... Mm. Ja. Hoe kan het dat... Ik weet niet in hoeverre jij hebt teruggekeken in de opkomst van het hele vraagstuk en op Europees niveau bijvoorbeeld. Hoe kan het dat zon en wind... Het lijkt erop alsof er al in een heel vroeg stadium werd gekozen voor zon en wind. Dat het zon en wind moesten zijn. Dat was de gewenste oplossingsrichting. Heb jij enig idee hoe dat gekomen is? Ja, dat is puur speculeren. Ik heb daar geen daadwerkelijke feiten over. Nou, die hele klimaathype die we nu hebben. Het feit dat grote industriële en politici en de pers en de politici. Iedereen denkt dat is het probleem van de wereld nummer 1. Dat is toch een soort samenloop van omstandigheden geweest. Iets wat momentum gekregen heeft door verschillende oorzaken. Dat zie je in de wereldgeschiedenis wel vaker. Iets gebeurt doordat dingen samenvallen en dan momentum krijgen. En dan zie je dat je moet een heleboel mensen aanspreken. Dat kan door angst. Nou, dat wordt heel veel gedaan natuurlijk. Ja. Maar je kunt ook proberen om idyllische gedachten bij mensen op te wekken. Ja. En ik denk dat een stuk van het succes van de duurzame beweging toch wel is dat windmolens en zonnepanelen iets idyllisch hebben. En het hutje op de hei idee. Ja. Dat mensen in wereldsteden in flats zitten. Decentraal, lokaal. Ja, een beetje terug allemaal van die grote en boze wereld. Dus dat spreekt wel aan. Maar er zitten ook hele andere aspecten in. Van het begin af aan heeft er een politiek aspect in gezeten. Dat we toch om de wereld te redden wel heel handig zou zijn als er een wereldregering zou zijn. En dat we dat dan via de angst voor klimaat voor een stuk voor elkaar kunnen krijgen. Ik geloof het eerst niet tot ik echt de stukken gezien heb waar dat in stond. Hè. Rond Kopenhagen zijn die achter de schermen hebben die gecirculeerd. Een heleboel mensen die oprecht bang waren voor het klimaat. Ik denk dat dat de grootste krachtbron geweest is. Maar dat is dus gevoed door allerlei andere zaken. En als het dan eenmaal een beetje momentum krijgt en er is big business in een bepaalde industrietak, dan gaat dat natuurlijk meehelpen. Dan zijn er gevestigde belangen. Ja. Die gaan financieren, die gaan steunen, die gaan pushen. En ja, bijna iedereen die op de tv hoort over energie, die heeft daar toch een belang in. Dat is, ik ben onafhankelijk ingenieur, ik heb geen enkel belang, maar zo zijn er maar heel weinig mensen die je in de media ziet die niet of hun brood verdienen als wetenschapper met klimaat of energie, of hun brood verdienen als adviseur, of dat ze bij een club horen die daarmee verdient. Dus al die oordelen zijn toch gekleurd. Maar waarom het nou per se wind en zon zou moeten zijn,
Ja, als je geodetische energie, diep of ondiep geologische warmte, als je dat een sexy imago zou weten te geven, dan... Dan zou het ook... Zou, denk ik ook gewoon zo erin mee hoog op de agenda komen te staan. Ja. Het is toch een heel veel kwestie van framing. Ja. Nou, laten we nu even kijken waar we staan. Hè. We hebben Europese doelstellingen voor CO2. We hebben Europese doelstellingen voor duurzame energie. Mm-hmm. En dat wordt nu uitgerold. Hè. Duitsland is eigenlijk koploper. Nou, Denemarken eigenlijk. Denemarken is nog verder dan Duitsland. Ja, Duitsland is natuurlijk groter. Daardoor spreekt het misschien meer aan, die Duitse energiewende. Ja. Kun je een beetje schetsen hoe Duitsland eraan toe is? Hoeveel ze nu opwekken met zon en wind en ook de kosten die daarmee gemoeid zijn? Duitsland... De cijfers worden vaak niet geloofd die wij zeggen. Maar de Duitse minister Gabriel die heeft zelf gezegd... Die wij zeggen? Wie is wij? De sceptici of de kritische energiedeskundigen of de klimaatskeptici. Ja, ja. Jij, maar ook Fred Udo die hier al eerder te gast was. Ja. En Kees Leperre die met name kritiek op windmolens hebben gehad. Ja. Dus die getallen worden wel eens in twijfel getrokken. Maar de Duitse minister Gabriel die heeft zelf gezegd dat de energiewende 1.000 miljard euro zou gaan kosten. De berekeningen van EIKE, dus het Duitse onderzoekscentrum voor klimaat, wat een kritische houding heeft, die zeggen van nou, dat is onderschat, het is 1200 miljard. Dat zijn bedragen waar je bijna geen voorstelling meer bij kunt maken. Ja, dat probeer ik dus altijd te vertalen naar de bedragen per gezin. Nou, als je dat kijkt, het Nederlands Energieakkoord, dat zou direct ruim 100 miljard gaan kosten. En dat is dan per gezin 25.000 euro. Het vervolg daarop, de plannen voor 2030 die in het energierapport van minister Kamp zijn aangekondigd, dat is 27% duurzaam. Als je die doorrekent op ongeveer dezelfde kosten als de huidige duurzame procenten als het ware. Ja. Je kunt zeggen van de krenten uit de pap zijn op, dus het wordt veel duurder. Maar we hebben toch, als je dan ervan uitgaat dat het toch wat goedkoper wordt, omdat heel veel mensen dat verwachten, dan kom je toch nog op gauw 110 miljard erbij. Mm. En dan zit je samen per gezin op 50.000 euro, wat dus door de overheid wordt uitgegeven aan subsidies voor wind. En dat is ongeveer hetzelfde bedrag wat in Duitsland bij die 1000 miljard hoort. Dus, Dus die getallen zijn vergelijkbaar. Je noemde net het getal van 100 miljard. En dat getal is ook al vaker gevallen bij de Groene Rekenkamer bijvoorbeeld. En door Kees Leperre en Fred Udo. Ja, en ik noem het ook al sinds 2013, oktober 2013, heb ik het voor het eerst laten vallen in mijn blog. Ja. Nu weet ik dat jij dat je bezig bent met een heel serieus onderzoek om de kosten van het energieakkoord in kaart te brengen. Kun je daar iets over vertellen? Wat je aanpak daar is geweest? Dat is eigenlijk uit een groepje mensen gekomen, uit een divers groepje, waarbij sommige mensen echt een heel duurzame inslag hadden en ik een wat kritischere. Maar we waren allemaal erg... verbaasd over hoeveel geld er uitgegeven werd aan dingen die aantoonbaar enorm hoge kosten per CO2-reductie hadden. Die wind en wind op zee en wind op land zit tussen de 100 en 200 euro per ton CO2-besparing. En biomassa bijstook gaat over de 300 euro per ton heen. Mm. Dus zijn dat getallen die uit jullie onderzoek komen of komen die ook al uit andere rapportages van de overheid? Het is gewoon een simpel deelsommetje. Dus als je kijkt wat de kosten zijn, de CO2-reductie is, dat is geen rocket science. Je weet, dan komen dit. En dan gaan wij dus uit van dat zoiets echt bespaart. Fred Udo die zegt dan van nou, die duurzame bronnen die leveren netto nul CO2-reductie op. Wij gaan er dan nog van uit dat ze wel... Iets besparen. Wij gaan uit van bijna 100%. Oké. Okay. Maar dan nog zijn ze zo verschrikkelijk duur. Dus dat is redelijk aantoonbaar. En we hebben daarvoor alleen de bronnen. We zijn dus gaan zoeken van wat zijn nou de echte kosten, want dat werd maar niet gezegd. En hebben alleen maar overheidsbronnen voor gebruikt die dus na te trekken zijn. Niet maar dat werd maar niet gezegd? Nee. Kamp die heeft bij de behandeling van het energieakkoord in de Kamer, de eerste behandeling, had hij als enige rapport toegevoegd een rapport van de SCN, EIB en PBL, dat het 13 tot 17,7 miljard euro zou gaan kosten, het energieakkoord. En daarop is beslist om het te doen. Maar dat
dat die getallen kloppen niet? Die kloppen totaal niet, nee. En dat, we hebben dat gecheckt bij ACN en ACN geeft dat ook toe. Dat bedrag zijn de kosten die tot 2020 gemaakt zijn. Maar alle windmolens die in 2020 staan, die gaan er na 15 jaar draaien. En die 15 jaar lang krijgen ze subsidie. En dat geld zat er niet in. Dus het was een momentopname tot 2020. Terwijl je, als je kijkt wat de consequenties van het beleid zijn, dan is dat dus veel langer. En dat gaf ACN schriftelijk gewoon toe. Dus dat is geen enkel probleem. Dat is ook de subtitel van het rapport. Van kosten van het energiekort in 2020. Maar niet de hoofdtitel en ook niet zoals het aan de Kamer gepresenteerd. In 2020, ja. Dus dat is misleidend geweest. Maar ook, ik heb naderhand de meeste ondertekenaars van het energieakkoord wel eens een keer gesproken. En gevraagd wat ze nou vonden van die kosten. En dat was het enige bedrag wat ze in hun hoofd hadden. Zelfs Wiebe Draaier, de hoofd van de club. Dan vroeg je hem gewoon op de man af? Wat kost volgens jou het energieakkoord? Ik heb het gevraagd voor een zaal met 100 man op het Cogen-congres. En toen noemde hij het ook weer dat rapport. Terwijl mensen van ACN in de zaal zaten, nota bene. En die houden dan hun mond? Die houden hun mond. Maar in de pauze heb ik het gevraagd en toen gaf ze me wel gelijk. Ja. Dus dat vind en toen daarna. Maar jij hebt dus in feite zelf een onderzoek ingesteld naar de kosten van het energieakkoord, terwijl de overheid zelf die kosten gewoon in kaart zou moeten brengen. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ik zal zo'n rekening sturen. Maar wat beweegt jou? Want je betaalt dat zelfs uit eigen zak, dat soort onderzoeken. Ja, dat is toch een. Ik sta er heel idealistisch in. Ik kom uit de duurzame hoek. En ik wil echt. Ik heb heel veel naar Batman en de Thunderbirds gekeken. Dus ik vind dat je toch al minstens één keer per week de wereld moet redden als je een beetje mee wilt tellen. Dat zullen jouw opponenten niet van jou denken. Dat jij in die hoek zit dan. Ik ben toch echt een idealist. En ik ben ook van het soort dat zegt van nou, als je wil bereiken, moet je zelf een doel stellen. En als je dat doel dan stelt en je gaat er een beetje halfslachtig tegenaan, is de kans dat je het bereikt klein en is de frustratie groot. Want dan is het mislukt en heb je het idee, het is mijn schuld. Dus als ik een doel stel, dan ga ik er 100% voor. Met alles wat ik heb. Mijn energie, mijn tijd, mijn geld. En als het dan op een gegeven moment blijkt niet haalbaar te zijn, dan zeg ik, oké, ik trap ermee. Maar ik heb er alles aan gedaan. Dan kan ik mezelf wel in de spiegel aankijken van, nou, aan jou ligt het niet. Want jij hebt echt alles uit de kast getrokken wat er was. En zo doe ik dingen. En hoe ouder ik word, hoe meer ik merk van als je zulke dingen doet, dan kun je verschrikkelijk effectief zijn. Veel vaker dan ik denk, bereik ik warempel het doel wat ik me gesteld had. Terwijl ik dacht van, nou, de kans dat dit gaat lukken, die is echt heel klein. Maar ik ga het gewoon toch proberen. En dan blijkt het te lukken. Maar oké, maar je zegt dus nu, je komt binnenkort kom je met de resultaten van dat onderzoek, waar je nu al 2 jaar volgens mij aan werkt. 3 jaar al wel, ja. 3 jaar al, dus sinds eigenlijk dit energieakkoord, ja. Sinds de september 2013 kwam het energieakkoord. Ik denk dat ik begin 2014 hiermee begonnen ben. En dat zegt dus 13 tot 17 of de 18 miljard. En nu kom jij met een onderzoek dat zegt van het gaat wel 100 miljard kosten. Ja. Dat is niet helemaal meer een verrassing, want een reden van het feit dat het iedere keer vertraagd wordt, is dat er iedere keer weer meer nieuwe informatie van de overheid komt. En wie schetst onze verbazing? In mijn eerste blog over het energieakkoord schreef ik eronder, het is een schande dat de Algemene Rekenkamer niet de minister op zijn vinger tikt en met goede cijfers komt over wat het dan wel gaat kosten. Want de Kamer weet het allemaal niet. Hè? En toen had ik al gezegd, het is minstens 100 miljard. En daar heb ik nooit wat van gehoord. Maar wie schetst mijn verbazing toen vorig jaar de Algemene Rekenkamer kwam met een rapport van alleen de SDE van het energieakkoord. Dat is een subsidieregeling? Een subsidieregeling. Waar alle zon en wind onder valt? Ja, zon, wind en biomassa bijstoken. Dat zijn echt de hoofdposten van het energieakkoord. Wind iets van 36 miljard en dan biomassa 32 miljard geloof ik. Dus dat zijn echt hele grote posten. Maar wind 36 miljard? Alles bij elkaar, ja. Wind op land, wind op zee. En dan, dan tellen we wel alle kosten aan wind die bijdragen aan de doelstellingen. Dus dat is ook nog een deel van de MEP-subsidies die al uitgegeven zijn. Dus alles wat het kost om tot die 14% te komen in 2020 en 16% in 2023. Ja. Want ik had hier onlangs Martin Sommer van de Volkskrant ook te gast, die kritische stukken over windenergie heeft geschreven. Die gaat nog uit van maximaal 18 miljard voor wind. Dat is wind op zee. Wat de nieuwe wind op zee, SDE Plus van Kamp, zou 18 miljard zijn. Ja. En zoals ik zei, er zit nog een aantal aan de procenten tellen ook al uitgaven van daarvoor mee. En je hebt ook wind op land heel veel. En wij komen voor wind op zee wel op een hoger bedrag uit. En want er spelen hele ingewikkelde dingen omheen. Het lijkt af en toe toch wel een heel erg raar spelletje wat er gespeeld wordt. En nu opeens is die wind op zee goedkoper.
Maar er wordt niet bij verteld dat Kamp dat tot nu toe bij de aanbiedingen de mensen zelf de kabel naar het land moesten betalen. Ja. Als je flink ver in zee zit, is zo'n kabel naar het land is bijna een derde van je projectkosten. Ja, ja. 33%. Dus nu heeft Kamp opeens besloten, ik leg nou alle stopcontacten op zee aan en dan mag je een windmolen naast zetten. Ja. En dan gaan ze aanbieden. En goh, gek, ze komen lager uit dan het vroegere bedrag. Ja. Maar ja, dat stopcontact, dat wordt door Tennet betaald. En dat krijgt u dus op een andere manier op uw rekening. Ja. Dus dan denk je van ja, ze zullen best wel wat goedkoper geworden zijn. Want die wind op zee, die was gigantisch duur. Als je keek, dat kon nooit echt zoveel kosten. Maar ik ben dus heel diep ingedoken. En dat blijkt ook heel erg te maken te hebben met hoe die projecten worden opgezet. Dus, De exploitant wil gewoon geen enkel risico lopen. Dat is de basis ervan. En het gaat om gigantische bedragen. Dus een exploitant legt zelf wat investeringsgeld in. Mm-hmm. Maar hij moet heel veel bij de banken lenen. Mm. En een exploitant is niet anders dan iemand die de zaak organiseert en uiteindelijk dat park gaat exploiteren. Ja. Maar dan gaat hij dus windmolens bestellen bij Siemens of Vestas. En dan zegt hij, ja, ik heb windmolens nodig. Maar mijn banken die eisen van mij zekerheid. Dus jullie moeten garanderen dat die dingen 95% van de tijd draaien. Ja. Niemand zegt welk percentage het is, maar ik schat 85% of 95%. En dan gaan ze bij de KMI vragen van wat zijn de windpatronen, wat kun je garanderen? En dan vragen ze aan de elektriciteitsmaatschappij, ik wil een stopcontact, dat moet werken. Dus al die partijen moeten garanderen dat dat werkt. Dus die zetten daar wel een mooie marge voor op hun kostprijs. Voor ja, als het misgaat. Het gaat om zoveel geld. Ja, want dan moeten zij ook lappen. Dan moeten ze op eigen kosten moeten ze dat herstellen. En dan zitten vast nog schadeclaims aan vast ook. Dus omdat zo'n exploitant zich indekt door de leveranciers overal de risico's te laten dragen, gaan die kostprijzen natuurlijk omhoog. Ja. En ja, wordt heel veel gebouwd. Dus de schepen die windmolens kunnen plaatsen, die zijn hartstikke duur. Ja. Er is wel een reden waarom ze echt heel erg duur zijn. Want je kunt je haast niet voorstellen dat ze zo duur moeten zijn. Ja. Hey, maar je noemde net het rapport van de Algemene Rekenkamer. En die kwamen ook al met flinke bedragen die inderdaad veel hoger waren dan tot dan toe gemeld. 60 miljard noemden ze voor wat Kamp van plan was. Mm-hmm. Maar ze zeiden, daarmee haalt hij zijn doelstellingen niet. Wil hij zijn doelstellingen wel halen, dan moet er nog 12 miljard bij. Dus die kwamen al op 72 miljard voor het SEE-gedeelte. Ja. En ons rapport kwam dus op 100 miljard uit. Dus we zijn meteen helemaal opnieuw begonnen. En alle stukken in de Algemene Rekenkamer vergeleken met onze stukken. En dat was allemaal net iets anders. Maar dat leggen we dus in het rapport uit waarom daar verschillen tussen zitten. Ja. Maar het is consistent met elkaar. Ja. En dan komt er nog iets van 35 miljard bovenop. Ja. En dat zijn die kosten. Maar goed, dat rapport van de Algemene Rekenkamer heeft niet echt commotie veroorzaakt. Nee. Dus hoe verklaar jij dat? Ja, die hebben dat in de publiciteit gebracht en de politici hebben het helemaal genegeerd. En de pers wist natuurlijk ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Dus daar hebben we wel van geleerd dat als we dit rapport naar buiten brengen, dat daar toch een hele goede begeleiding bij moet zitten die mensen uitlegt wat er aan de hand is. Zodat de journalisten ook weten waar ze over... Alleen een bedrag zegt niks, die moet het in context plaatsen. En dan zijn we dus, dat zijn we nu eigenlijk, het rapport is eigenlijk al af, maar we zijn, of de berekeningen zijn af. Maar we zijn dus nu bezig met het maken van die context. En dat wordt heel belangrijk. Omdat het dan wel hopelijk opgepakt wordt door de pers en de Kamer. Hmm. Hoe zou het in jouw ogen, want we moeten een beetje richting afronding gaan. Hoe zou het in jouw ogen wel moeten? Want het is duidelijk dat jij in al je stukken die ik van je heb gelezen, ben je heel kritisch over dat we nu waanzinnig veel geld uitgeven. En dat het eigenlijk ook in termen van CO2 heel weinig oplevert. En gigantische... Eigenlijk is het welvaartsverlies, economisch slecht. Hoe zou het in jouw ogen wel moeten? Want je bent wel voor duurzaamheid. Ja, natuurlijk. Ik denk dat heel veel van jouw opponenten dat niet van jou weten. Want die kennen jou als klimaatskepticus en energiescepticus. En je lijkt ons ongeveer overal tegen te zijn. Nou, zo ben ik helemaal niet. Je moet eerst kijken van wat je van plan bent. Je hebt een bepaald doel, je wil CO2 reduceren. Hoe ga je dat realiseren? En dan maak je een plan en dan ga je kijken van, is dat effectief? Nou, als je nou kijkt, Duitsland heeft een energiewende aangekondigd die 1.000 miljard kost. Een groot deel daarvan is al uitgegeven. De CO2-productie stijgt. Ja. Nederland, ze hebben ook een kerncentrale uitgegeven. Ja, maar dat is onderdeel van dat plan. Ja. Dus waar ben je dan mee bezig? Als je CO2 wil reduceren, moet je kerncentrales niet uitzetten. Nee. Als je zegt van ja, maar dat we vinden CO2 reduceren wel belangrijk, maar we vinden een prettig gevoel bij dat we geen kerncentrales hebben, vinden we belangrijk. Dan zeg ik ja, oké, goed, dat is een prioriteit te stellen. Ja. Maar je moet je prioriteiten stellen. Ja. En dat hebben ze dus niet gedaan. Ze hebben niet CO2
prioriteit gemaakt. Ze hebben duurzaam aandeel prioriteit gemaakt. Ja. Dat is precies wat Kamp ook gedaan heeft. Ja. De mensen die het energieakkoord moesten afsluiten, die werden bij elkaar in een soort slangenkuil gegooid en ze mochten er pas uit als ze een akkoord bereikt hadden. Die hadden wat opdrachten over. Er moet een bepaald stuk energiebesparing in zitten en er moet wat met banen bij, maar dat speelt in de hele discussie geen rol. Ze hadden het doel zoveel procent duurzame energie realiseren. Ja. Niet CO2-reductie. Nee, dat is tamelijk bizar. Dat is volkomen bizar. CO2 geen doelstelling was in het energieakkoord. Nee. En dat leidt dus tot ridicule uitgaven. Bijvoorbeeld de wind op zee, dat was dan 18 miljard. Als je die gaat dan theoretisch een bepaalde hoeveelheid CO2 reduceren. Fred Udo is daar heel pessimistisch over. Maar in het gunstigste geval reduceert dat een hoeveelheid CO2 die even groot is als de die kleiner is dan op het ogenblik door warmtekrachtkoppeling in Nederland gereduceerd wordt. Mm. Dat is dus dat je elektriciteit opwekt en de rest warmte gebruikt. Mm. Maar de warmtekracht... Nederland is een soort wereldkampioen warmtekracht. Ja, hè? Samen met Denemarken zijn we daar heel goed in. Tot nu toe doen we iets van 50% van onze elektriciteit. Nou, dat is nu al flink aan het afnemen, maar een tijdje geleden deden we 50% van elektriciteit. Dat weet bijna niemand. Maar dat is dus fantastisch dat we zoveel aardgas met name, en was dat toen, verstookten, waarbij we dus de hele energieinhoud gebruikten. Ja. Maar die mensen zaten niet aan tafel in die slangenkuil van de SER. Die mochten er niet bij zitten. En dus is in een deal tussen de Greenpeace, die sowieso geen steun wil voor gas of wat dan ook fossiel, en de elektriciteitsmaatschappij, die wel een stuk van die 50% wilde hebben, is gewoon het staat letterlijk in paragraaf het energieakkoord dat er geen steun meer kan naar warmtekrachtkoppeling. Mm. Nou, als dat van 50% naar 16% gaat, dat is de verwachting, stijgt daarmee de CO2-uitstoot precies evenveel als die wind op zee gaat besparen. Terwijl je dat met ongeveer een kwart, tegen de huidige gasprijzen, met een kwart van de uitgaven die wind op zee, zou je die BKK overeind kunnen houden. Ja. Dus je geeft 14 miljard uit aan wind op zee, wat geen gram CO2 bespaart. Dat gaat je dus, kun je besparen door geen wind op zee te bouwen en wel die warmtekracht te steunen. En als de gasprijs verder gaat dalen, wat ik net voorspelde, hoef je daar steeds minder geld in te stoppen. Dus dat is ook nog eens een keer voor de toekomst redelijk safe om dat te doen. Nee. Nou, zo zit het energieakkoord, is één grote opeenstapeling van een poging om die duurzame doelen te halen, zonder dat daar nou direct zoveel CO2-reductie uitkomt. Hmm. Tegelijkertijd was een deal in het energieakkoord dat de moderne kolencentrales open zouden kunnen blijven en dat de carbon tax afgeschaft zou worden zelfs. Dus daarmee kregen de duurzame jongens kregen hun wind op zee en de energiemaatschappijen kregen hun nieuwe steenkoolcentrales. En dat was de deal die daar gemaakt is. Ja. Dat heeft dus voor de CO2-uitstoot betekend dat we met die steenkoolcentrales meer CO2 de lucht in gaan blazen. Waar ik over helemaal voor ben, want onze steenkoolcentrales zijn de schoonste en de modernste en vooral de efficiëntste van Europa. Hmm. Dus van alle steenkoolcentrales in Europa zijn die nieuwe in Nederland de allerlaatste die je moet sluiten. Ja. Want die zijn iets van 50% efficiënter dan beter de gemiddelde in Duitsland. Beter die in Oost-Europa. Ja, die zijn helemaal verschrikkelijk. Die stoten niet alleen veel CO2 uit, maar ook heel veel zwavel en stikstof en zo. Maar gewoon in Duitsland, de gemiddelde centrale daar, is ook veel minder efficiënt dan die van ons. Dus als je CO2 wil besparen, dan moet je die sluiten en die in Nederland gewoon lekker aan. Greenpeace moet vooral actie voeren in andere Europese landen dan hier. Ja, waarbij natuurlijk, dat is dan weer een heel naar bijkomend effect. Al die SEE-subsidies, die gaan dus naar het besparen van CO2 door duurzame doelen in Nederland. Mm-hmm. Dat houdt in dat daarmee CO2-rechten niet gekocht hoeven te worden van het ETS-systeem. Dat houdt dus in dat de CO2 die wij hier besparen, die komt voor een prikkie te koop in Oost-Europa. Ja. Dus wij betalen hier tussen de 100 en de 350 euro per ton bespaarde CO2. En diezelfde ton CO2 wordt vervolgens in Oost-Europa uitgestoten door een hele vieze centrale met een hoop smerigheid voor 5 euro per ton. Ja, dus netto is er geen enkele gram CO2-besparing door het hele energieakkoord. Want de CO2 die wij nu besparen, die valt bijna allemaal onder het Europese emissiehandelssysteem. Ja. Hè? En dus die rechten en daar de prijs. Iedereen herkent eigenlijk dat dat ETS-systeem dat het gefaald heeft. Ja. Dat de prijs veel te laag is, maar dat. Ja, die hele duur opgewekte CO2-reductie hier, die wordt dan dus goedkoop gekocht in Oost-Europa. Dat staat los van elkaar. Het systeem is gefaald, het is veel te goedkoop. Maar ook al had het systeem wel gewerkt, had dit net zo gewerkt. Ja. Want zoals ik al zeg, onze CO2 om te besparen kost bij wind op land, de goedkoopste methode, is 110 euro per ton. Ja.
Het ETS kan nooit 110 euro per ton worden. Dat is gerekend op 30, 40 euro. Ja, want dan zou de hele... Dan gaat alle economie, alle industrie Europa uit. Dan krijg je echt... Dat heb je nu al. In Duitsland wordt door de zware industrie al niet meer geïnvesteerd. Die gaan in Amerika investeren. Maar, want die bedrijven zitten over de hele wereld. Ja. En in Nederland hebben we dat nog niet zo, omdat het... andere voordelen heeft om in Nederland dit soort bedrijven neer te zetten. Ja. Maar dus met die hoge ETS kun je hoogstens het evenwicht tussen steenkool en gas wat beïnvloeden. Maar je kunt dus niet het evenwicht tussen wind en zon en fossiel ermee beïnvloeden. Dat is veel te groot, dat prijsverschil. Ja. Dus maar als jij nu in charge zou zijn, jij zit op de stoel van Kamp. We knikkeren Kamp er even uit en zeggen, nou, er moet nu even een goede ingenieur kijken naar deze transitie. Hoe zou je dan te werk gaan? Zou je dus de steun voor WKK instellen of herstellen? Ja. Dat weer naar 50%? Of zou je dat zelfs nog verder opvoeren? We hebben het gehad over thorium. Misschien kunnen we daar nu heel kort even over hebben. Ik denk dat we daar een andere keer uitgebreider over door moeten praten. Want thorium is bij het publiek nog totaal onbekend. Ja, en is denk ik een onderwerp aan zich. Mm-hmm. Maar kun je daar heel in het kort nog iets over zeggen? Nou ja, wat er dus fundamenteel fout is aan het beleid in Nederland en in Duitsland, is dus dat er gewoon op duurzame doelen gestuurd wordt en niet op CO2. Okay. En dat is toch wel een beetje het gevolg van de duurzame lobby. Die wilde gewoon heel graag... Want dit is voortgekomen uit de 2020 doelstelling in Europa. Ja. 20% CO2-reductie, 20% efficiëntieverbetering en 20% duurzame energie. Ja. Maar waarom zou je duurzame energie willen als je al CO2 hebt afgesproken? Dus het is volkomen onnodig om daar een extra doel aan te hebben. En het is al helemaal verkeerd. En het is nu ons hoofddoel geworden. Het is het hoofddoel geworden, zowel in Nederland als in Duitsland. En het werkt averechts, want de CO2 neemt en in Duitsland en in Nederland alleen maar toe. Dus ga puur op CO2 sturen. Neemt het in Nederland ook toe? Ja. Maar natuurlijk, we hebben net 3 hele grote kolencentrales geopend. Oké. Ja, en gas staat onder druk, dus we hebben WKK neemt af. Ja, ja. Dus, ik heb laatst geprobeerd cijfers daarvan te krijgen van WKK, maar die zijn niet zo makkelijk te krijgen. Nee, WKK is een enorme verzamelnaam. Dat gaat van hele grote industrieën die een enorme stoombehoefte hebben. En dat uit turbines halen, die moet ook constant draaien. Tot een tuinder die een veredelde automotor heeft staan met een dynamo eraan. En die af en toe opstart als de elektriciteit. En al die kleine beetjes moet je, dus dat is eigenlijk net zo versnipperd als zon en wind, zou je kunnen zeggen. Veel versnipperder. Oh nee, het is WKK is een enorm palet. Je hebt ook wijkverwarmingen die op een steg werken. Dus een stoom- en gasturbine die dus elektriciteit kan leveren om een wijk te verwarmen. Maar ja, die staat dus vaak stil omdat de wijk geen warmte nodig heeft. Of die levert warmte waar niemand. Maar zou jij je steun voor WKK invoeren? Ja, ik zou daar... Daar moet je goed naar kijken, hè, want het zijn natuurlijk allemaal verschillende ondernemers. En als je een generieke regel maakt, dan heb je best wel kans dat die misbruikt wordt. Zo werkt de wereld nu eenmaal. Maar ik denk, je moet in ieder geval zorgen dat het aandeel 50% blijft. En Kamp heeft vreemd genoeg wel, na het energieakkoord, het plan opgevat om eens een keer heel goed met die warmte bezig te gaan. Terwijl die eigenlijk de nek omgedraaid had in het energieakkoord. We moeten dus die doelstelling moet er vanaf. Je moet gaan kijken, wat kunnen we nou werkelijk uit gaan geven, effectief. En je moet ook kijken, als je naar de doelstellingen kijkt, die lopen dus van 14% nu naar 27%, naar 50%, naar 80%. Hè. Dus we hebben die 100 miljard is het allereerste kleine stapje. Hoe ga je die rest invullen? Er is niet eens technologie wat de duurzaamheid in kan vullen als we eenmaal op 30% zon en wind zitten. Daarboven kun je niet meer. Omdat je dan met je pieken en je dalen zit. Ja, je kunt zoveel windmolens bouwen als je... Als je een piek hebt, dan heb je te veel. Ja, je kunt zoveel windmolens bouwen als je wilt. Het gaat niet vaker waaien. Dus als het waait en je fossiele centrales staan uit... Ja. Dan kun je nog wel veel windmolens bijzetten. Maar die energie die gaat verloren, daar heb je niks aan. Ja. En als het niet waait, heb je nog steeds niks. Dus die 30% is wel zo'n beetje het economische en technische maximum. Als zit Duitsland en Denemarken daar nu al op? Duitsland zit op 24% zon en wind samen. Ja. En Denemarken zit op zo'n... theoretisch op zo'n 40%. Maar ja, Die moeten dus ook 40% van die 40%. Dat is overbodig, dat is overtollig. Daar kunnen ze niks meer mee. Ja. Dus dat gaat allemaal naar Noorwegen via een directe leiding. Het is maar een heel klein landje, het gaat niet om veel stroom. En die slaan dat dan ergens op in een stuurmeer. Of ze gebruiken iets minder van hun eigen stuurmeerenergie. Ja. Daar krijgen ze geen cent voor, want het is op het moment dat het waait, dan is energie is al negatief in prijs tegenwoordig. En dan hebben ze s'avonds die energie weer nodig en dan kopen ze die voor de volle marktprijs weer terug in Noorwegen. Ja. Dus dat tellen ze wel mee als duurzame energie. En dat hangt Duitsland boven het hoofd en dat hangt Nederland boven het hoofd. Ja. En Duitsland die kan nu nog
Die heeft nu eigenlijk al een overproductie van ergens tussen de 20% en 30%. Maar dat dumpen ze dus in Oost-Europa en in Nederland en België. Daarom dus daar profiteren wij op dit moment. Daarom is onze elektriciteitsprijs zo laag. Ja. Maar als wij zelf onze wind hebben, dan kan niemand dat meer kwijt. En dan zou blijken dat Duitsland nu al 30% te veel produceert. Dus je moet voor na die 2030, wanneer je boven die 27% duurzaam uit wil gaan, dan daar is geen technologie voor. Nee. Alles wat we nu uitgeven aan energie in het energieakkoord, ja, meer dan 99% van het energieakkoord, dat gaat naar het subsidiëren van voorbijgaande zaken. Hm. Er zit niets in wat investeert in van, goh, wat gaan we nou doen om verder te komen dan die 30%. En daar komt eigenlijk jouw thorium het verhaal binnen. En ik stel voor dat we daar de volgende keer verder over praten, want dat is een zeer boeiend onderwerp ook, weet ik inmiddels. Nou, dat is een invulling ervan, maar je moet in ieder geval, en daar is eigenlijk in de Kamer, over het feit dat je eigenlijk op CO2 moet gaan regelen. En het feit dat er veel meer gedaan moet worden aan het investeren in research naar doorbraaktechnologie. Daar is eigenlijk al wel steun voor in de Kamer. De Kamerleden waar ik mee praat, ook van linkse partijen, die zien eigenlijk wel in dat we die kant op moeten. Maar het is heel moeilijk om terug te komen van een energieakkoord. Ja. Dus dat gaat allemaal... Dus met andere woorden, die 100 miljard gaan we dan uitgeven aan het energieakkoord om een doelstelling van 14% te halen en daarna breken we de hele boel weer af. Dat is een beetje... Dat zal geen enkele Kamerlid dat is een beetje jouw nachtmerrie. Dat is jouw nachtmerrie. Nou, we hebben van die 100 miljard al iets van 56 miljard uitgegeven. Dus dat is al uitgegeven of beloofd. Hè? Dus als je een windpark toezegt wat over 5 jaar afkomt en dan 15 jaar gaat produceren, dan heb je dat geld nu al toegezegd, daar kun je niet meer onderuit. Nee. Dus dat is al 56 miljard. Dat is al 12.000 euro per gezin in Nederland, per 4-persoons gezin in Nederland. Dat komt al niet van terug. Dat vind ik al heel erg veel. Dat gaat al heel veel invloed op onze economie hebben. Nee. Maar ik denk dat het inderdaad heel moeilijk is om nog die 100 miljard te vermijden. Maar die 200 miljard die we dan voor 2030 uit gaan geven, ik denk niet dat onze economie dat kan trekken. Dus ik denk dat toch wel teruggedraaid zal moeten worden. En dan komen die richtingen van R&D en nieuwe doorbraaktechnieken. En andere methoden om CO2 te besparen. Je zou bijvoorbeeld ook gewoon pure recht uit het ETS kunnen kopen en ze niet gebruiken. Ja. Dat bespaart wel CO2 en het kost geen drol op het ogenblik natuurlijk. 5 euro per ton kun je echt CO2 besparen. Want alles wat je uit het ETS-systeem haalt, dat wordt niet uitgestoten. Is tot nu toe geen optie geweest. Laten we een open brief aan Kamp schrijven. Okay. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan.